Oké, we zijn nu aangekomen op het perceel. Allereerst hebben we natuurlijk de wielen op de juiste spoorbreedte. Ten tweede willen we de camerabox op een meter boven het gewas. Hoe ga je dat nu opmeten? Als je de grens tussen zwart en wit aanhoudt en die 85 centimeter boven je gewas meet, dan zit je camerabox eigenlijk op de juiste hoogte. Houd er rekening mee dat de middelste wielen vaak door een spoor lopen, in ieder geval van je eigen trekker. En dat je de buitenste wielen vervolgens misschien een gat of een half gat dieper kan zetten, zodat de machine mooi vlak loopt. Als je machine zo vlak gaat staan, is het ook belangrijk dat je de hef op de juiste hoogte hebt, dat de machine ook voor achterover mooi vlak loopt. Naast de hoogte kunnen we ook de flapjes van de hoogte verwisselen. De buitenste twee kunnen we met deze pen gat verwisselen. De middelste zeil heeft helaas maar één verstelling. Die kan in de onderste gaatjes, maar naar de hand dat het gewas wat groter wordt, kun je op een gegeven moment ook deze gat omhoog hangen. Je wil de gordijn eigenlijk zo laag mogelijk houden, dat er zo min mogelijk lichtinval onder de kap komt. Maar heb jij natuurlijk een heel erg vuil perceel, je gaat met een niet selectief middel aan de gang, is het belangrijk dat je in de gaten houdt dat ze niet te nat worden en als sleepdoek gaan functioneren. Daarom is het mooi om ze net boven het gewas te laten lopen. Oké, we zijn aangekomen op het perceel. We hebben de spotspray op de juiste hoogte gezet. We gaan eerst even met schoonmaat proberen, dus we hoeven nog niet te primen. Gaan we linksonder een nieuwe missie aanmaken. Kunnen we kiezen uit onze algoritmen, in dit geval zijn we in de suikerbieten. Kunnen we even kiezen of we al het onkruid gaan spuiten, alles behalve het gewas gaan spuiten, of de suikerbieten. Al het onkruid houdt in dat je alle planten die je niet herkent als biet gaat spuiten. Alles behalve het gewas, dan zal die ook de grond om de bietenplant gaan spuiten. Selecteer je suikerbiet, dan gaat hij enkel de suikerbieten spuiten. In dit geval willen we tegen onkruid gaan spuiten. We hebben een niet selectief middel in de tank zitten, dus we willen gebruik maken van de veiligheidsmarge. Die willen we in dit geval op 4 cm. Targetgrootte laten we uitgeschakeld. We willen gaan spuiten met een druk van 2,5 bar. Met een targetdichtheid van 208,3 liter per hectare. Dan geeft hij een snelheid aan van 4,8 km per uur die we zullen moeten gaan rijden om daadwerkelijk die 208 liter per hectare te gaan verspuiten. Werkbreedte laten we op de volledige 6 meter staan. Krijgen we een overzicht van wat we geselecteerd hebben. Controleren we dat we in het juiste gewas zitten met ook de juiste target. Nou, dat is hier het geval. Kunnen we perceelseigenaren en ook percelen toevoegen. Zet hem in dit geval op doorgrond. Perceel noem ik even Bieten 2024. Onder de namen die je hier invult, kun je later ook op de webportal terugvinden wat je op welk perceel daadwerkelijk verspoord hebt. Als ik dat heb ingesteld, dan klik ik hier op Nieuwe missie om de missie te starten. De machine staat op de grond. We zien dat de spuitbomen allemaal nog niet op de juiste hoogte staan. Gaan we oplossen door de autobar aan te zetten. Zal de spuitboom automatisch de hoogte gaan corrigeren. We zien ook dat ze nu naar beneden gaan. Ze zijn in groen. Ik kan nu de kraan op de frontdek selecteren voor schoon water en dan kan ik vervolgens op spuiten drukken om te gaan rijden. We spuiten hier met een veiligheidsmarge van 4 cm nu. Je kunt zien dat hij deze geraakt heeft. Dit heeft hij ook gepakt. Gaan we hier kijken, dan zie je dat hij eigenlijk alleen dit gedeelte van de plant geraakt heeft. En dat hij hier vanaf gebleven is. Dit is ook wat hij laat staan, dat hij te dicht op de biet zit. Dit heeft hij allemaal meegepakt. Nou, dat lijkt voor nu precies zoals wij het willen hebben.
Dus nu kunnen we om gaan schakelen van schoon water naar middel in de spotsprayer. We kunnen gaan spuiten met middel. Dat betekent dat ik de machine op spuiten ga zetten. Aap 2. De toer 4. En we gaan water uit de middelentank pakken. Ik heb niks erin zitten wat slecht mengt. Dus ik laat deze 0% staan. En dan zet ik de pomp eraan. De kraan ervoor omgezet. Het is belangrijk om op de tablet nog even te primen, zodat er echt elke dopje ook daadwerkelijk midden zit. Je ziet op het scherm ook dat de dopjes open gaan. Dit primen doen we voor 10 seconden. En als we dat gedaan hebben, dan zijn we klaar om te gaan rijden. Oké, we hebben nu middel geselecteerd. We zijn aan het rijden. De spuitboom is allemaal groen, dus de hoogte is goed. We hebben autospray ook geactiveerd. Dat betekent dat hij automatisch stopt als ik hem uit heb en ook weer begint als ik hem laat zakken. We kunnen zien het product daar wat verbruiken zijn. Aan de hand daarvan breekt ook van je uit hoeveel je per hectare verspuit om je mengsel aan te maken. We zijn hier 4 liter per hectare aan het verspuiten, dus we hebben hier te maken met een vrij schoon perceel. Wil ik nu zien wat de camera's zien? Dan ga ik even naar de afbeeldingen. In eerste instantie krijg ik de rauwe afbeeldingen. En dan wil ik ook de detectie zien. Dan klik ik op detectie. Dan zie ik dat hij de bieten groen kleurt. En het onkruid rood kleurt. Wil ik weer terug naar mijn instelscherm, klik ik linksboven op het kruisje. Dan ga ik naar het huisje. En dan ben ik weer in mijn scherm. Nu zul je ook zien dat als ik de machine uithef, die stopt met spuiten. En dan kleuren de spuitbomen ook grijs. Dat betekent dat de autobaar ook gestopt is. Het perceel is klaar. Ik heb de machine opgeklapt. De pomp staat uit. Als ik hier nu de missie afsluit, zie je op het homescherm dat de spuitbomen nog rood kleuren. Dat betekent dat de spuitbomen nog uitgeklapt staan. Ze gaan nu automatisch naar binnen. Dan kleuren ze oranje en vervolgens ook groen. Zijn ze alle drie groen gekleurd, zijn ze volledig naar binnen en dan kun je veilig over de weg naar huis rijden.